Marijn, welkom. Dankjewel. Volgens mij ben jij de enige speler die 4 jaar geleden er ook bij was toen we in Zwolle de beker veroverden. Volgens mij ook, ja. Ja, hoe kijk jij op die memorabele dag terug? Toevallig vandaag had ik het artikeltje gelezen op onze website. En toen kwamen de herinneringen weer boven. Met dat Search toen zo goed speelde. Dat Kenny eruit werd gegooid, die wedstrijd. Ik kon me ook niet meer herinneren. Ik had zelf 4 minuten, dus ik had zelf niet zo groot aandeel, jammer genoeg. Ja, want eigenlijk gaandeweg dat seizoen en het jaar daarna kreeg je steeds meer speeltijd. Dus je hebt de afgelopen 4 jaar veel ontwikkeld. En nu als captain mag je misschien deze trofee ook gaan in ieder geval omstrijden en hopelijk ook winnen. Wat doet het voor jou en het team? Hoe zijn jullie mee bezig met deze finale? Nou, hiervoor zijn we nog niet echt mee bezig geweest. Dat was gewoon natuurlijk de focus op de competitie. Maar nu, vanaf, nou ja, eigenlijk gisteren, vanaf maandag, is de focus er natuurlijk wel volop. Want het is een mooie kans om überhaupt een prijs te pakken natuurlijk. Het is nu nog één wedstrijd en dan heb je een prijs binnen. Daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is voor de club dat er een Europees ticket aanhangt. Wat weer heel goed zou zijn, denk ik, voor volgend jaar als we Europees kunnen spelen. Dus ik denk dat het op meerdere vlakken een mooie en handige prestatie zou zijn als we de beker pakken. Ja, speelt het mee bij jou, dat Europese ticket? En misschien ook Ja, bij de andere spelers die nou, volgend jaar hier zijn? ik mis het dan. Vorig jaar hebben we natuurlijk zo'n mooie Europese campagne gehad. En ik ook als speler heel veel van geleerd. En gewoon die wedstrijden geven toch iets extra's. En maakt het seizoen ook een stuk leuker en interessanter. Ook voor het publiek, denk ik, en voor de club zelf. Dus dat. Voor mij speelt het zeker een rol, ook omdat ik weet dat ik hier volgend jaar ook nog ben. En met mij ook nog een paar andere Nederlandse spelers natuurlijk. Dus het zou mooi zijn als we Europees ticket misschien af kunnen veiligstellen op deze manier. Al hangen daar nog wel wat, Het is bijna zeker, denk Ja, ik, dat precies, maar als je hem wint, dat je ook ja. Europees mag spelen. En Maar natuurlijk gewoon de beker pakken. Het is een prijs, dus waarom niet? Nou, je hebt 4 jaar geleden ook kunnen zien hoeveel Leidse fans daar in Zwolle waren. Dit jaar waarschijnlijk nog meer dan destijds. Ik hoor dat, ja. De helft van de hal zal blauw gekleurd zijn, Leidsblauw gekleurd zijn. Hoe bepalend zijn die fans voor jou in zo'n wedstrijd? Ja, heel bepalend. Het is natuurlijk geloot dat het in Zwolle is. Wat aan de ene kant jammer is. Maar ja, het is geloot. Dus we kunnen er weinig aan doen. Zo zijn de regels nou eenmaal. Maar ik kan me herinneren dat toen 4 jaar geleden of 3 jaar geleden, wat was het? Dat toen ik was zo verbaasd over hoeveel Leidse supporters daar waren. En ze hadden ook toen zo'n groot spandoek voor de wedstrijd. Dat ze over het publiek gingen doen. Dat maakte toen, nou ja, maakte wel veel indruk op mij. En ook hoe aanwezig ze die finale waren. Het voelde bijna meer als een thuiswedstrijd dan een uitwedstrijd. Terwijl toen speelden we ook tegen Zwolle in Zwolle. Dus het zou mooi zijn als dit jaar weer hetzelfde. Is dat jouw speciale boodschap voor zondag aan de Ja. fans? Ja, we maken eenzelfde feestje van en zorg voor veel lawaai. En dan zorgen jullie voor het feestje op het veld. Dan zorgen wij voor het feestje erna. Oké, top. Veel succes. Dankjewel.